We versnellen. Vertrokken. Heloïse Wijnendalen verloor zo'n 5 lengte bij de start en een prachtvolle start voor I Am Smart. I Am Fast zou ook zijn naam kunnen geweest zijn. Aan de buitenzijde is er dan nog zo'n slimmerik, Jungle Smart. Aan de buitenzijde meteen in tweede stelling in de kleuren van Koen de Letter. Aan de binnenzijde volgt dan Jiménez en die flankeert dan momenteel Ibello Dubocage aan de binnenzijde. Verder in het veld volgt dan momenteel op een 5e plek Hugo Dari met Iris de Gineel. Op plek 6, Isenot Dauger, die volgt dan. En Heloïse Wijnendalen is bezig de opgelopen achterstand bij de start aan het proberen goed te maken. Wanneer we halverwege de overzijde van de baan zitten. En Jungle Smart is de koploper. Jos Verbeek aan de leiding met anderhalve lengte voordeel. Op in tweede stelling Joop Corbani met I Am Smart. Aan de buitenzijde is het Ibello Dubocage die nu de tweede plek probeert op te eisen. En Iris de Ginet die volgt zijn trainingsgenoot als een schaduw. Wanneer Jiménez dan in 5e positie de bloze bocht indraait. In 6e stelling volgt dan de Hugo Dari. Die 6e plek die wordt nu overgenomen door Heloïse Wijnendalen die zich heel moedig opnieuw in de koers heeft kunnen knokken. Isenot Dauger die volgt dan mee in de start van het peloton wanneer we de bloze bocht uitkomen. En dat doen we met een nieuwe leider, want Ibello Dubocage die wordt nu niet naar de koppositie gebracht. Het is Iris de Ginet. Iris de Ginet, Ibello Dubocage had er net nog de leiding, maar Iris de Ginet is de nieuwe leider geworden. Ibello Dubocage dan in tweede stelling. Derde hebben we dan Jungle Smart. I Am Smart wordt nu ingesloten gehouden door Heloïse Wijnendalen. Hugo Dari die volgt dan aan de buitenkant van Jiménez met als hekkensluiter nog steeds Isenot Dauger richting de 1000 meter paal. En het is Iris de Ginet wat de klok slaat met 4 lengte voordeel. Ibello Dubocage die laat het gaatje lopen tot bij Iris de Ginet. Ibello Dubocage in tweede positie. Derde hebben we dan Heloïse Wijnendalen. Vierde ingesloten. Jungle Smart. Aan de buitenzijde daarvan volgt dan Hugo Dari met aan de korte I Am Smart. Dan in 6e stelling Jiménez en Isenot Dauger die volgen. Halverwege de overzijde van de baan. Iris de Ginet mag zijn hangetje gaan. Ibello Dubocage die ligt tweede op een 3-tal lengten achterstand van de koploper. In 3e positie zien we dan aan de korte nog altijd Jungle Smart. Die ligt ingestoten, wordt ingestoten gehouden door Heloïse Wijnendalen. En aan de buitenkant is het Hugo Dari en Pavel Tamsin die zich meldt. Ondertussen heeft Iris de Ginet nog steeds een kleine 2 lengte voorsprong op Ibello Dubocage. Hugo Dari die zal er proberen voor Karine de Zoete een winnend trio van te maken. Maar aan de binnenzijde blijft het Jungle Smart die nu de opening ziet. Iris de Ginet is de koploper. Ibello Dubocage in tweede stelling. Iris de Ginet met een lengte voorsprong. En Cisnerink gaat deze niet laten liggen. Met Iris de Ginet klopt hij Ibello Dubocage. Iris de Ginet die wint het makkelijk. Aan de buitenzijde hebben we nog een sterk einde van I Am Smart die waarschijnlijk nog derde wordt en ervoor zorgt dat er net geen Karine de Zoete trio is voor wat plaats 1, 2, 3 betreft. Maar de eerste plaatsen, dat is nog voor de aankomstrechter om eens te checken. De winnaar was overduidelijk Iris de Ginet.